De spin die zit er met zijn rat weer op zijn rug bovenop mijn mandje vastgebonden van mijn scootmobiel, oftewel de booster. Ook zit mijn vleermuis weer op het scherm. Ik hoop dat jullie het zo zien tegen het licht aan. Ja, helemaal leuk. Die nog een klein beetje beweegt, maar hij zit nou een muur en muur en muur vast. Ja. Want nou was Sky de tweede die hem gewoon open duwde. Nou, dat kan, denk ik nou niet meer. Nee. Maar ja, er wordt tijd dat er een goed slot op komt en niet deze. Een hele goede middag, althans namiddag. Het is 4:15 alweer op de klok. Het is zondag, het is de 22e van de 10e, 2023, ja, en ik pak jullie pas om 16:46 erbij. Ik ben lang niet in orde, ik ben zo beroerd als een hond, hoofdpijn. En nog steeds zo nu en dan steken in mijn rechter knieholte. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, ik word ook ouder, net zo als iedereen. Ja. Maar we gaan de pret niet bederven met klagen en weeën en doen. Nee, ik ben even kaartjes aan het wegklikken. En ik ga zo weer even met mijn meisjes uit. En ja, dat zullen we wel beleven. Ik moet Sky nog weer even komen, want die kwam nog 6 planken tekort. Oké, nou ja. Kan je halen als ik er weer ben. Ja, toch? Ja. Ga je zelf even naar het toilet. En daarna met mijn meisjes even lopen. Ja, hebben ze wel weer verdiend. Hé, ja. Ze zijn ook zo ontiegelijk lief. Ja. Ik heb er helemaal geen omkijken naar. Nee. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen. Ja, ik hou het maar even kort, omdat ik zelf ook naar de toilet moet en de meisjes moeten eruit. Dus ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie dag met wat jullie doen. Ja, ik wil eigenlijk spruiten eten. Dus ja, ik ga dat straks ook lekker klaarmaken. Ja, dan neem ik jullie gewoon weer lekker mee. Spruitjes met gebakken sippeltjes en spekjes. Dus ja, dat wordt wel weer nam 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 smullen. Dus ik zou zeggen, geniet. En wil je dat niet doen, ja, dan is het aan jou. Ja, ik wil wel genieten, ondanks dat ik niet in orde ben. Ja, het wil gewoon niet. Ik loop even nog te kwakkelen. Nou ja, dat kan zo geschieden. En ik ben niet de enige op de wereld, nee. Hier in de omgeving zijn er ook heel veel mensen die klagen maar ook over hoofdpijn en misselijk. Hoofdpijn en misselijk. Iedere dag hoor ik dat weer en ook van verschillende mensen. En ook kom ik dezelfde wel weer tegen. Nou, is het bij jou al over? Nou nee, bij mij nog steeds. Ja, zo gaat het momenteel in de ronde. En je bent niet echt ziek, maar je markeert wel wat. Ja. Het is je lichaam ontgiftigen. Ja, dus maar in ieder geval. Het gaat gewoon vanzelf wel uit. Ja, toch? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet en tot later. Nou, de spin die zit er met zijn rat weer op zijn rug bovenop mijn mandje vastgebonden. Van mijn scootmobiel. Oftewel, de booster. Ook zit mijn vleermuis weer op het scherm. Ik hoop dat jullie het zo zien tegen het licht aan. Ja, helemaal leuk. Met de lichtjes natuurlijk. Even kijken wat knopjes zitten, want ik heb het plastic verpakt. Ja, ik moet het knopje vinden. Ja. Leuk. Ja, leuk. En dan moet hij wel weer uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uit. Ja, dan is hij weer uit. Dus ja, dat is zo vast al klaar. En dan moeten alleen nog de bezems er nog tegenaan, want die staan nog in de schuur. Maar ja, ik had eigenlijk nieuwe willen halen, maar ja, dan moet je weer helemaal naar de andere kant van Den Helder. Dus, maar hij is tot zoveel klaar. Ja, bezems doe ik pas op het laatst. Vind je wel leuk, wel?
Ja, en dat is ook nog maar de vraag, kon het bij dit mandje? Want het is zo'n typisch rot mandje. Het is rodding, het is een plastic, ja. Het is heel anders dan ik gewend ben. Dus ja, je moet hem ook weer op een andere manier vast zien te maken. Hé, jij kerel? Of ben je een vrouwtje, weet ik niet. Nee, ik weet niet. Maar ja, in ieder geval, of je bent een hetje kind ook nog. Hé, joh. Geen alle kanten op. Ja. Meisjes liggen lekker te slapen. Nou, dan ga ik mijn koffie drinken. Daarna ga ik de booster weer in de schuur zetten. En dan ga ik aan de spruiten. Nou, spruiten, op deze tijd nog. Het is 5:50. Ik denk dat ik toch maar wat anders maak. Ik weet het niet. Ja, spruiten lopen ook niet weg. Dus ja, dat dus. Ja, maar ik ben er weer tevreden mee. Ik heb hem gelijk schoongemaakt op dat na. Want dat doe ik niet binnen in huis, want dan ligt het in huis. Ja. Voor de rest is hij aardig weer schoon. Dus ja, dat dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En smakelijk eten, bon appétit. En al met al heb ik nog niet gegeten, nee. Want jullie weten dat ik de booster heb opgetuigd met rat enzovoort. Maar ik heb ook het slot van de poort gelijk. Ja. Dan had het pas dinsdag gebeurd. En dat wil ik niet. Nee. Hij zit nu met 3 schroeven vast in plaats van met 2 schroeven. En langere schroeven. Ja. Ik zal jullie wel weer een blokje hout erachter. Die nog een klein beetje beweegt. Maar hij zit nu een muur en muur en muur vast. Ja. Want nou was Sky de tweede die hem gewoon open duwde. Nou, dat kan, denk ik nou niet meer. Nee. Maar ja, het wordt tijd dat er een goed slot op komt en niet deze. En kijk, nou, doe ik het op slot. Ja, het gaat gewoon niet meer. Dus ja, dat dus. Dan moet ik hem weer open zien te krijgen. Sorry voor de poort. Zo, nou is hij weer open. Nou, kun je Sky er weer in komen. Dus ja, dat dus. Want die komt straks nog weer terug. Ja. En dan ben ik wel bek af, want ik heb niks anders dan gestaan. Want ik kreeg die schroeven er bijna er niet in. Maar ja, komt ook wel weer goed. Ik ga mijn jas uit doen. En ik neem een bakje koffie. Zo. Hé, ja, moet je grapje doen, kind. Oh, godje. Ja, en Rijke die heeft 2 keer gepiept. Alsof ze pijn had. Maar daarna niet meer. En ze werd niet aangeraakt. Dus ik vermoed een beetje. Groeipijn of dat ze de haar verrekte, de pootje. Ja, weet ik van wat. Maar komt allemaal wel weer goed. Hopelijk. En anders zien we het wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later!